Ja, we zijn vanmorgen op bezoek bij Noel Marx. Hij heeft een museum over hoogovens. Nou, denk je bij een museum altijd, nou, prachtig, mooi, alles keurig netjes op zijn plaats. Maar jij hebt ook alles wel op zijn plaats, maar wel op een hele kleine ruimte. En je hebt een hele hoop onderwerpen en een hele hoop items. Maar hoe kom je aan al die dingen? Nou, ik ben in 1974 begonnen bij de hoogovens, in de school, in de opleiding. En toen ben ik in 1976 naar Walser-West gegaan. En daar zag ik op een gegeven moment een asbak op tafel staan met het embleem van hoogovens. En die mocht ik toen hebben. En zodoende kwam ik steeds meer tegen. Want dat was je eerste verzamelitem? Dat was mijn eerste object wat ik gevonden had. Ja, ja. Maar waar komt nou die fascinatie met hoogoven voorwerpen vandaan? Nou, ik heb 44 jaar bij de hoogovens gewerkt, waarvan dus tot 2000 heette het hoogovens. En daarna is het Corus en Tata geworden. Maar mijn mooie dingen zijn eigenlijk de tijden bij hoogovens zelf. Daarna vond ik het minder worden. Maar ik ging steeds meer spullen verzamelen en steeds meer krijgen en vinden. Maar de ruimte die ik nu heb, die is beperkt. Dus je moet gewoon alles op een plekje zien te zetten. Maar zolang het nog gaat, kan er steeds meer bijkomen. Ja, want hoe kom je nou aan al die items? Ik vind een hoop bij kringlopen en bij rommelmarkten. En via Marktplaats is dat ook te doen. Alleen via Marktplaats ga ik het altijd zelf ophalen. Okay. Dus in de buurt, want ik heb het een paar keer gehad, heb ik wat op laten sturen. En dan is het stuk of het ziet er niet mooi uit. Ja, en vertellen mensen die onderwerpen dan schenken ook nog hun verhaal erbij? Sommige dingen die krijgen een verhaal bij. Want ik heb iemand gehad, die was ook een directeur geweest. En die had een kartonnen doos vol met stropdassen. En zijn kinderen vonden er niks aan. En toen had hij mijn filmpje gezien op televisie. En toen heb hij me gemaild. En toen mocht ik die hele doos stropdassen bij hem halen. En dat ik die stropdas haalde, kreeg ik ook zijn bord erbij van 25 jaar. Dus dat was hartstikke leuk. Dat zijn de flessen wijn die kregen in het kerstpakket. En ik mis alleen nog het jaartal 1982 en 1985. En dan heb ik gewoon een hele complete serie. Dus als er nog geheel onthouders onder ons zijn en ja, die hebben die flessen nog staan, dan ja, zijn ze van harte welkom. Al is hij leeg, is het ook niet erg, want ik heb liever een lege als geen. Nou, ik zat de laatste jaren, de laatste 20, 29 jaar bij de havens. En daar gingen de boeien vernield worden, want de kasten waren slecht. En dan kwam die boei uit. En toen heb ik die boei op een bonnetje mee kunnen krijgen. Nou zag ik ook nog zo'n hele oude prikklok staan. Ja. Hoe ben je daar nou aangekomen? Dat was vroeger de prikklok. Daar moest je je kaart in houden. En die had iemand gekregen voor zijn pensioen. En die heeft mij gemaild. En die zegt, als je komt, mag je hem hebben. Er is zoveel te zien en zoveel te vertellen. Nou zie ik daar zo'n leuk doosje staan bij jou op de stoel. Wat is dat? Nou, dit was een van de eerste objecten die ik ook gespaard heb. Dat waren de speeldoosjes. Die kreeg je in het kerstpakket. Aha. Ik heb hem nog in originele verpakking. Maar ik heb hem ook, dan kan je hem horen draaien. Als je stil bent, dan hoor je hem. Dit is eigenlijk nog wel iets wat de mensen graag willen hebben, want die zie je ook helemaal niet meer zo wat. Ja. Wat heb je nog meer staan daar op je stoel? Een hoogoven? Ja, dit is een petje met het embleem erop, een helm. En die kreeg je vroeger bij schoon huishouden, bijvoorbeeld. Als je, laat maar zeggen, de werkplaats schoon was, dan kreeg je zo'n ding. En die heb je dan in alle kleuren van de ploegen. En wat ik ook heel leuk vind, ik zal hem even leggen. Ja. Vroeger kreeg je de borden. Ah, ja, ja. Voor 25 jaar aan het bedrijf. Ja, ja. En dit waren de gangbare borden. Ja. Als je 25 jaar bedrijf was. En dan achterop staat de naam van de persoon. Zwaar. Van deze heb ik er nu al 13. Ja, maar precies. Voor deze waren deze altijd. En wat is dat dan? Dit is ook voor als je 25 jaar bedrijf was. Deze man die was in 1929 begonnen.
En in 1954 zat hij 25 jaar in het bedrijf. Okay. Maar dit werd te duur op een gegeven moment, want achterop staat de hele tekst. Ah, ja. En toen zijn ze met deze begonnen. Nou, dit is een jas van een directeur van Hoogovens Amerika. Hoogovens Amerika? Ja. Hoe zit dat nou precies? Nou, dat zal ik vertellen. Voorheen werden de schepen gevuld met rollen. En die gingen de luiken dicht. En dan ging de boot naar Amerika. En dan kregen we een schadeclaim dat de rollen stuk waren door de wind. Maar dat was niet te controleren. Nee. En toen hebben ze gedacht van, we sturen iemand naar Amerika met 1 of 2 personeelsleden. En we maken dus hier in Nederland, voor het schip dichtgaat, foto's van de rollen. En de boot komt dan in Amerika. En die mensen die daar werken, die maken weer foto's van de rollen dat ze goed zijn. Dan kon je nooit geen schadeclaim meer krijgen van de rollen zijn stuk. En vandaar dat Hoogovens USA. En vandaar de Hoogovens USA. Want dat was gewoon de man die daar dus de baas was. En die werkte daar voor de Hoogovens. Ja, dat zullen een hele hoop mensen niet geweten hebben. Dus een hele hoop mensen weten niet dat daar mensen zaten om dat te controleren. Ja, wat leuk. Ja, Noel, we zijn vanmorgen niet met lege handen gekomen. Onze cameraman Gabe, die heeft wat items van zijn eigen hoogoventijd nog meegebracht. En die wil hij graag aan jou schenken. Alsjeblieft. Nou, hartstikke fijn. En ik heb al gezien, de manchetknopen, die heb ik zeker niet. En de schaaltjes moet ik uitzoeken en de koffiepenningen. Want van de koffiepenningen zijn ook verschillende soorten weer. Nou, Noel, hartelijk bedankt voor de ontvangst vanmorgen. En we wensen je veel succes. En mensen die wat te schenken hebben, kunnen je altijd bereiken. Die kunnen me altijd bereiken. Oké, dankjewel. Ja.